Hier gebeurt nooit wat. Dat zeiden ze nog tegen me toen ik tiende werd. Middellandse dorpje. Dat was ook zo. Ja, hoogstens een keer een brood gestolen van de bakker, maar dat was het dan ook wel. Totdat de copycat killer op kwam dagen. Sommige mensen noemden hem de kopieerkat, want dat vonden ze Nederlandser klinken. We hadden op zich wel een punt. Maar goed, hoe dan ook. Alle moorden die hij had gepleegd, allemaal onopgelost. Niemand kon hem ooit vinden. Niemand wist precies wie de moordenaar was. Het was oorspronkelijk ook helemaal niet mijn zaak. Ik bedoel, ik was relatief nieuw. Niemand vertrouwde me. Het zij zo dat op die ene dag, die ene ontzettend belangrijke dag, ik zomaar die taak kreeg. En vanaf daar werd alles zo complex. Alles werd zo gecompliceerd. En toch begon het allemaal daar, op het politiebureau. In Bunnik. Het bureau onder de leiding van korporaal Bouwman. Een diender in hart en nieren. Hij kende het klappen van de zweep. Hij loste elke zaak op. Groot of klein. Hij heeft meerdere broden teruggebracht naar de bakker. Al toen ik aankwam op het bureau merkte ik dat dit een dag als geen ander zou zijn. Rocky, kom zitten. Vanaf dat moment wist ik het. Ik moest gaan zitten. Whisky? Klopt, ja. Luister, Rookie. Brigadier Jansen is overleden. Longfalen. Hij rookte toch gewoon genoeg? Ja. De beste sigaretten volgens doktersadvies. Kan de beste overkomen. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Je weet dat hij een zaak had van de copycat killer en ik ga jou nu op al zijn zaken zetten. Ik zal mijn best doen, baas. Baas! Er is een melding, er is een lijk gevonden met beschrijving van de copycat killer. Waar is het gebeurd? Ze zeiden dat het in de schoudermantel ligt. Dat is hier om de hoek, kom maar aan. Die is dood. Ja? Ah, daar lag ze. Haar lichaam gewikkeld in een slaapzak. Handig, nu het zo koud is. Maar waarschijnlijk ook een teken dat ze niet hier letterlijk vermoord is, denk ik. Ik weet het niet. Maar tegelijkertijd zitten wel striemen om haar nek. Dat is niet een pistool geweest. Dat is iets... Ze is gewoon gewurgd. Wat? Hoe? Dit is mijn voice-over. Dat weet ik, maar we horen alles. Al de hele tijd? Heel de tijd, gisteravond ook. Toen was het heel vreemd. Ken je dat gevoel dat als je in een automobiel zit en je bent aan het rijden, dat je af en toe 3 seconden je ogen probeert dicht te houden om te kijken of het goed gaat? Waarom ben je zo zelfdestructief? Weet ik veel, is gewoon leuk. Jongens, kom op. We draaien nu al veel te lang. We moeten echt even focussen en deze film afmaken, oké? Ja, kom op. Schiet op. Ik krijg het stervenskoud. Waarom ook? Wordt ja gezegd hier tegen. Oké, door met de zaak dan. Eens even kijken. Aanwijzingen. Oh ja, een lijk. Ja. Ik weet het weer. Vrouw, roodharig. Ergens iets in de 20 qua leeftijd, die moet wel getrouwd zijn. Ik bedoel, het zijn de jaren 50 en ze is boven de 18, dus ja, reken maar uit. Aanwijzingen, eens even kijken. Hey, wacht eens even. Wat is dit? Het is een soort van bedieningspaneel voor een apparaat. Iets Japans. Het lijkt wel alsof er een soort van balletje in zit. Of zijn het er 2? Ik weet het niet. Het is eigenlijk wel geinig. Ja, zal wel niks met de zaak te maken hebben. Hé, maar wat is dit dan? Misschien een drager voor informatie of zo. Het ziet er apart uit. Het is klein. Er past vast niet veel op of zo, maar... Er is iets in mij waardoor ik het in mijn mond wil steken. Misschien is het lekker? Ik kan het ook proberen. Oh. Is het niet helemaal? Misschien... Oh ja. Is toch wel een goede ingeving. Oh. Ja. Nou, gaat wel. Kan ermee door. Wij onderbreken deze speelfilm voor een belangrijke mededeling. Kent u dat gevoel?
dat u niet langer meer in leven wilt zijn. Het verdriet is te groot. Er is letterlijk geen plezier meer in uw bestaan. Wel, wacht dan niet langer. Er is een oplossing. Het is alleen waar. Nu ook op de Nintendo Switch. Speel dit fantastische detective-epos nu ook op uw hybride console. Met alle spanning van dien en nieuwe, intuïtieve Joy-Con-controller-mogelijkheden. Alleen waar, nu in de schappen. Ik heb net een getuige gevonden, die heeft een doorbraak in de zaak. Oké. Hij zei dat hij op de plaats gelikt was. Oké, wat is er dan precies gebeurd volgens jou? Ik weet niet, ik vertrouw hem denk ik wel. Vertrouw voor je zak, we voeren hem af. Meekomen nou, je hebt recht op te zwijgen, hier. Misschien had corporaal Bouwman wel gelijk. Panda op het plaatsdelict, leek niet te kloppen. Maar toch, op deze manier kwamen we nergens. De aanwijzingen waren op. Totdat. Hij is opgepakt. Het is nou beter gezellig op kantoor. Dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb een beetje het idee dat deze zaak, net als deze vrouw, dood aan het lopen is. Ja. Mijn jarenlange ervaring zegt dat daar al 3 kwartier een man staat te gluren. Ja, die kerel is inderdaad best wel verdacht. Best wel verdacht. Ja. Mm-hmm. Hey, jij! Hey, kom eens! Waarom rennen die gasten altijd? Oké, ik heb hem. Mee kom jij. Godverdomme, hoe doet hij het toch telkens weer, die corporaal Bouwman? Wat een held. Maar nu, wie is die kerel eigenlijk die we opgepakt hebben? Ik vertrouw hem niet, maar we gaan ontdekken wat hij weet.